Welkom allemaal. Wij gaan weer verder Bijbel lezen. De vorige keer zijn wij afgedwaald en hebben we gesproken over de vertaalfouten in de Schlachterbibel, de Duitse versie. En vandaag hebben we besloten om de draad weer op te pakken bij Genesis 10, toch weer drietalig te gaan doen. En als we vertaalfouten tegenkomen in de Schlachterbibel, om die dan te bespreken. Dan komen we er in elk geval uit. En we doen het Bijbellezen in drie talen, zodat het toch verstaanbaar is, zoveel mogelijk voor een zo groot mogelijke groep. Maar voordat we van start gaan, mogen Jurk en Michael even hallo zeggen tegen iedereen. Hallo jongens. Ja, hallo Perry. Hi Michael. Hallo Perry en iedereen daar buiten die de video's hier gaat bekijken. Het zijn ervaringsgewijs niet zo vele, maar dat moeten de mensen zelf maar weten. Ja. Wij kunnen alleen maar zeggen van wij bieden het aan en wij geven deze inzicht vrij ter beschikking voor iedereen die het graag wil leren. En dan zullen we een keer zien wie die Heilige Geest daar naartoe leidt om deze video's te gaan bekijken. Want ik denk dat we toch in de afgelopen tijd al verschillende onderwerpen besproken hebben, die veel mensen zo uit de Bijbel nog niet getrokken hebben, die ze zo nog niet geleerd hebben, die ze zo vooral nog niet geleerd gekregen hebben, als ze naar hun pastoor gingen, als ze naar hun kerk gingen. Ja? Dat er toch een paar dingen zijn, die anders geleerd geweest zijn. Onder andere de naaktheid van Noah gezien te hebben. Ja? Shem, ja. Herinneren we ons nog daaraan. En nu gaan we dus in feite in Genesis kapitel 10 verder. En we gaan die tijd na de vloed eigenlijk afsluiten door de generaties te bespreken die na Noah en zijn drie zonen, door Noah en zijn drie zonen in feite op de wereld gezet geweest zijn. En ik kan je nu al zeggen, heel interessant is de laatste vers in dit kapitel. Maar daar zijn we nog niet, we beginnen nu aan de eerste verse. Ja. Dus, gelijk gewoonte is, zal ik eens een keer de lezing gaan beginnen in het Engels, in de Koning James versie, en dan gaat Perry overnemen in de Statenvertaling in het Nederlands, en tenslotte gaat Michael in de Deutsche Schlachtervertaling de Duitse versie daarvan lezen. Ja, de slechte slachter. Maar ik heb ook hier mijn boek van die Luther 1545. Ja. Ja. 1545, ja. Ja, mij maakt niet uit uit welke dat je leest, maar we moeten het wel weten, omdat we moeten weten welke ja, we ja, ik, moeten ik, brengen. Ja, ik doe dat van die Slachter, maar ik controleer dat ook met die Luther. Ja, oké. Ik zal een paar versen tegelijk lezen, want het gaat heel vaak over naamsvernoemingen en dergelijke dingen meer. En dus in feite niet zoiets moeilijk om later dan te vertalen. Dus ik zal een keer de eerste paar versen lezen. Genesis chapter 10 from the King James Version. It reads, verse 1. Now these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. And unto them were sons born after the flood. The sons of Japheth, Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tyrus. And the sons of Gomer, Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. And the sons of Javan, Elisha, and Tarshish, Kittim and Doadinim. By these were the isles of the Gentiles divided in their lands, every one after his tongue, after their families, in their nations. Right. Dat zal kunnen volstaan, de eerste vijf versen. Ja, pak ik ze er even bij. Genesis 10, uit de Statenvertaling. Dit zijn nu de geboorten van Noach's zonen, Sem, Gam, en Jafet. En hun werden zonen geboren na de vloed. De zonen van Jafet zijn Gomer en Magog en Madai en Javan en Tubal en Mesech en Tiras. En de zonen van Gomer zijn Ashkenaz en Rifaat en Togarma. En de zonen van Javan zijn Elisa en Tarsis. De Gittieten en Dodanieten. Van deze zijn verdeeld de eilanden der volken in hun landschappen, elk naar zijn spraak, naar hun huisgezinnen onder hun volken.
dann op zijn Duits. Dies ist die Geschichte der Söhne Noahs. Sem, Ham und Japhet. Und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Die Söhne Japhets waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Die Söhne Gomers aber Ashkenas, Rifat und Togarma. Und die Söhne Javans Elisha, Tarsis, die Ketea und die Dodaniter. Von diesen haben sie sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache, in ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Das war Schlachter 2000. Ja. Interessant finde ich hierbei die Wortgröße von das Wort Gentiles, Heiden, das Michael Joss vorgelesen heeft. Und Tang, ja, als wir Vers 5 nehmen. By these were the isles of the Gentiles divided in their lands. Das Wort Gentiles berührt auf das hebräische Wort Goyi, weil wir von da die Goyim nennen. Ja? Das Menschen sagen von, oh, die Juden sprechen schlecht über die Heiden, sie nennen uns Goyim, sie nennen uns Tiere. Ja? Aber das ist so, das ist die Bedeutung von das Wort Gentile, auf das Wort Goyim in Hebräisch. Ja? Das ist ein Trupp von Tiere, das ein Hör, wie nennt ihr das? Ein Hör, ein Horde. Ein Kütte. Ein Kütte. Ja. Ein Horde, ja. Ein Horde, ein Kütte von Tiere. Ja. Gentile, Heathen, ja, das sind also Gentile, Heathen, das sind also die Heiden. Aber auch Nasi und Menschen. Und das ist alterat sehr belangreich. Interessant ist hierbei, dass dabei steht, by these were the isles of the Gentiles divided in their lands, every after his tongue. Tongue, ja, Sprach, Tal in Väter, ja, the tongue, ja, von den Mensch oder von Tiere, wird wirklich gebraucht als das Instrument von, ja, Lecken, Eten auf Sprach. Und figurativ natürlich heeft het auch eine andere Betekenis, so als Sprach, ein Fork auf ein Flamm. Und es heeft auch die Betekenis von Babbler, ja, von da, das will ich hier müssen denken an Babylon, later on, bei Evil Speaker, ja, das ist jemand, die Teufel spricht, die schlecht spricht, bei Weise von Spreker, ja, Language, Talker, Tongue and Wedge, das sehr viel Betekenissen hierbei bei. Und warum sage ich das so deutlich? Weil am das later mit der Torenbau zu Babel ja auch noch gekommen, dass Gott der Menschheit zurück unter Nazis verteilt. Er hat das hier auch all getan. Und was hierbei belangrijk ist, ist, dass wir lernen, dass sie auch verschiedene Tale spreken. Ja? Es sagt hier deutlich in, by these were the isles of the Gentiles divided in their lands, everyone after his tongue. Dus Gott heeft die Menschen verteilt nach hun eigen Tal. Maar was in Babylon gebeurt, ik neem dat eventjes niet hiervoor weg, dat werd beter verstaan. Gott heeft hier na de vloed de mensen verdeeld in hun eigen taal, iedereen in zijn eigen gebied. Maar in Babylon heeft de mens, namelijk Nimrod, al deze mensen bijeengebracht en weer één taal laten spreken. Precies dat wat vandaag de dag in deze wereld gebeurt met de eenmaking van één religie, één wereldregering, één taal, enzovoort, enzovoort. Ja? Deze eenmaking. Die ist das gegen Gott. Gott heeft nicht pas in Babylon die Menschen in verschiedene Nazis verdeelt, in verschiedene Talen verdeelt. Er heeft het al direkt nach der Flut getan. Das ist ein Punkt, die volgens mij heel vaak overzien wordt. Waar overheen gekeken wordt. Wat niet zo vaak opgemerkt wordt. Darum will ich das eens een keer bemerken hierbei. Ja. Maar ik hoor ook jullie opmerkingen daar graag over. Ja, ik pak even een bekijken hoor. Kijk, hier wordt bij die. Dat die kreet Gentiles uit King James in de Statenvertaling wordt gesproken over der volken. Dus het gaat gewoon om volk. En in de Schlachter gaat het dus over die Kiviten, de Heiden. Ja, Heathen, Gentiles. Heathen. Ja, de juiste vertaling. Die is dan dus beter correcter dan der volken. In dit geval is de Schlachter correcter in de vertaling als de
Staatenvertrouwen, ja. Ja, maar de Schlachter die noemt gebieden en niet insel. En die Luther 1545 die noemt dat insel. Ja. Ja. En die startet ook als je op die 1 daar klikt naar gebieden. Daar komt dan insel. Ik snap het niet waarom dat niet daar staat. Uh-huh. Ah, dat snap ik niet. Dat is niet origineel. Nee, ja. Precies. Het Hebreeuwse woordje van is I. Ja? Ja. Ja, ja. Is Y geschreven. Is een bewoonbare stuk land. Zoals het wensbaar is. Droog land aan de kust. Een eiland. Een land. Een eilandje. Ja, er worden hier verschillende woorden gebruikt. Isle, island, dat is im Grunde allemaal hetzelfde. Een isle is een klein eilandje, laat ons maar zo zeggen. Ja, ik heb dat ook opgekeken, maar ik denk dat daar geen zin drin is dat die Schlachter dat gebieden noemt. Maar ja, het is wie het is. Bewohnbare Plätzen hat man in der Schlacht ein bisschen später, muss ich sagen. Und das ist die erste Verklärung, die Esau davor gibt. Ne? Mhm. Properly a habitable spot. Das ist ein bewohnbarer Platz. Okay? Drochland. An einer Küste auf einem Eiland. Ein Land. Ein Nasi. Ja. Wobei das Wort Nasi hier nie gebraucht wird, mal Country. Das muss man auch vorsichtig sein mit all die doppelten Betekenissen davon. Das ist allemal nicht so evident. Nee. Ein anderer Punkt war, weil wir es tot nu toe hingelesen haben, will ich es nicht sehr deutlich vermelden. Mhm. Vers 3. Warte. Ja, ich dachte, das war ein anderer Vers. Ich muss das abkijken, ob die King James Bible. Nachkijken, ja. Ich habe es über Vers 3, dann könnt ihr ja ondertussen nachkijken, was ihr wilt nachsehen. Vers 3 sagt: And the sons of Gomer, Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. Wie kennt vandaag de dag niet het verhaal van de Ashkenazi-Joden, die ze ons overal willen vertellen? Mm-hmm. Daar kunnen we een keer zien waar de naam in feite al op teruggaat. We spreken hier dus over een heel oud volk. Dat dan later, zo gezegd, de Joodse geloof aangenomen heeft. Ja? Deze Ashkenazi komen ja ergens van in de buurt van Rusland, ergens in het oosten. Ja? Mm-hmm. En hebben blijkbaar zo wordt verteld in deze wereld de Joodse geloof aangenomen. Maar ze zijn geen Joden. Ja? Nou, de motto het zijn die waarvan Jezus gezegd heeft, die beweren dat ze Joden zijn, maar ze zijn geen Joden. Daar bedoelde hij wat anders mee, daar wil ik nu ook niet op in. Ik wil je maar zeggen, van, als men zich bezighoudt met zo van die geruchten te verbreiden, dat doen veel mensen, die geruchten te verbreiden van Ashkenazi-Joden, dan zouden ze eens een keer in de Bijbel moeten gaan lezen en zien dat de Ashkenazi hier als een van de allereerste volkeren ter wereld überhaupt al vernoemd worden. Dat weten veel mensen waarschijnlijk niet eens. Ja. En vandaar vind ik het belangrijk dan nog eventjes eens een keer ook te noemen, dat men zich daar bewust van is, dat het hier al in staat. De zonen van Gomer, Ashkenaz en Riphath en Togarmah. Ja, en heb ik er nog een vraag over die naam Magog? Ja. Dan Gog moet je en Magog. Moet je Peter Gabriel aanvragen. Ja, daar kom je tegen in die openbaring ook. Dat is in de laatste kapitelen van de openbaring, de oorlog tussen Gog en Magog. Ja. Het is goed dat wij nu beginnen met de Genesis. Want ik heb verschillende mensen die een opmerking maken en zeggen, oké, als je een vertaling maakt van de King James Bible, kan je alsjeblieft beginnen met de openbaring. Ja, ik vind dat niet zo'n goede idee. Het moeilijkste boek direct om te beginnen. Ja. Ich persönlich sau, als ich damit gar beginne, das erste Buch von dem Alten Testament will vertalen, das ist das Buch von Daniel. Und das ist volgens mij das belangrijkste Buch im Alten Testament. Und will von all die Prophetien, die uitwerken auf unsere Zeit von vandaag.
in Tegestelling tot viele andere alte Propheten, die auch gesagt wurden, die dazu tun, aber das nicht tun. So als bijvoorbeeld Ezekiel 36. Van Ezekiel 36 wordt gezegd, dat is de reden waarom de staat van Israël vandaag de dag bestaat. Want dat is een dikke, vette leugen en misinterpretatie. Maar het boek van Daniel geeft wel heel veel kennis over de antichristen, over de tijden die wij vandaag de dag leven. En dat is het bijzondere aan het boek van Daniel. Je hebt drie profetische boeken, alleen je hebt in feite maar twee echte profeten over de eindtijd. Dat is Daniel, dat is Johannes en dat is een klein beetje Paulus. Als je Thessalonica leest, 2 Thessalonica, kapitel 2. Dus ik persoonlijk ben een voorstander van het boek van Daniel eerst te vertalen. Dat zal misschien zo'n boek zijn dat ik zelf op mij zal nemen om dat te doen. Maar ja, we zullen een keer zien hoe dat gaat. Ja. En dat, die Gog en Magog, kan je daar iets... Want ik weet eigenlijk niet goed wat dat nou inhoudt. Nou, ik heb nu die versen uit de Openbaring niet direct voor mij, waar Gog en Magog in voorkomen. Zo geschoold ben ik niet in het Bijbellezen dat je mij gewoon een trefwoord geeft en dat ik direct weet waar dat erin staat. Nee. Als je niet denk, weet, dan is dat ook goed. Ik denk wel dat het min of meer over de laatste oorlog gaat van bij Armageddon. Ja? Mm-hmm. Nou, het duizendjarige rijk van Jezus Christus op deze aarde. Yeah. Openbaring 20:8. And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to the battle, the number of whom is as the sand of the sea. Ja? Dus de battle, daar spreken we hier over, met Gog en Magog, daar spreken we hier over hoe Satan verslagen wordt in Openbaring kapitel 20. Ja? Daar gaat het over. En daar komen Gog en Magog weer voor. En dus het woord Gog is van Hebreeuwse origine en is een symbolische naam voor een toekomstige antichrist, Gog. En Magog is ook van Hebreeuwse origine en is een vreemde natie die antichristelijk is, een antichristelijke party, Magog. Dus Gog en Magog zijn allebei geen christenen, hebben allebei iets met een antichrist te doen. Ja? En zover dat ik dat versta, komt dat ene uit het Israëlitische of uit het Joodse en dat andere komt even uit de heiden. Ja? Dus de ene is gelinkt aan de Israëlieten en de andere is gelinkt aan de heiden. Zo versta ik die twee. Ja? Maar daar leg ik geen nadruk op. Maar zo versta ik dat voor het moment. Goed, ik weet niet of dat Michael nu nog... Ja, dat is de bedoeling van deze studie. Ja. Gaat we allemaal wat bijleren. Michael wilde ook nog iets zeggen, zeker? Nee, niet op dit moment. Want het is een beetje moeilijk dat al uit te leggen. En het is niet... ik denk dat het niet juist in Genesis 10, Genesis 10, want dan maken we verder met Genesis 10, denk ik. Goed. Vers 6 leest dan in de Koning James, and the sons of Ham, Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. Nu interessant is dat Canaan hier als laatste genoemd wordt, alhoewel dat wij doch weten dat Canaan de eerstgeboren was. Ja, Canaan is het resultaat van overspel dat Ham gedreven heeft met de vrouw van zijn vader. Ja. En normaal gezien staan die mensen altijd hier in volgorde van de geboorte. Maar Canaan staat hier van achter geschreven. En dat heeft een reden. Want Canaan is al vervloekt. Ja. Ja. Ik kan u niet helemaal zeggen hoe dat in elkaar zit, maar zo versta ik dat hier tenminste. De zonen van Ham zijn Cush en Mizraim en Phut en Canaan. Alhoewel Canaan de eerstgeboren is, staat hem helemaal van achter. En dan gaat het verder. And the sons of Cush, so dat zijn dus dan de kleinkinderen van Ham, Seba en Havila en Sabta en Raama en Zabteca. And the sons of Raama, Sheba en Dedan. En bij vers 7 hou ik het voor de moment. Dan wil ik het eventjes aan jullie twee overlaten. Ja, oké.
Uit de Statenvertaling, vers 6 en 7. En de zonen van Cham zijn Kush en Mitzraim en Put en Kanaan. En de zonen van Kush zijn Seba en Havila en Sabda. En Raema en Sabtecha. En de zonen van Raema zijn Sheba en Dedan. Dan de slachter. Mhm. Und die sind die Söhne Hams, Kusch, Mizraim, Put und Kanaan. Und die Söhne Kuschs, Seba, Havila, Sabta, Ragma, Sabtecha. Und die Söhne Ragmas, Sheba und Dedan. Und warum will ich nu nicht verder lesen nach diesem Vers? Omwille van de volgende vers iets heel interessants is. En hier gaan we namelijk lezen dat Nimrod, met andere woorden, de achterkleinzoon van Noah is. Ja? We hebben Ham als vader, Kush zijn zoon, dus de kleinkind van Noah. En Nimrod is het achterkleinkind van Noah. Ja. In vers 8 lezen we, en Kush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. Yeah. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod, the mighty hunter before the Lord. Precies. Zal ik dan verder pakken op de Statenvertaling? Alsjeblieft. En Kush gewon Nimrod. Deze begon geweldig te zijn op de aarde. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. En daarom wordt gezegd, dubbele punt, gelijk Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht des Heren. Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Ja. Ja, en dan komt hij. Ja. Ja, zeg maar. Ja, dit is dus het begin van Babylon. Ja, dat begint natuurlijk met de geboorte van de oprichter van. Hè? Ja. Ja. Ik vind het interessant dat uiteraard de Bijbel niet weergeeft wat mij vaak geleerd wordt, namelijk dat is dat als we dat woord hunter gaan bekijken, dat is tsashit, dat betekent hetzelfde als de wortel van dat woord, the chase, dat wil zeggen de jacht, also game, dus wild, ja, generally lunch, dus middageten, especially besonders op een reis. Iemand die eten vangt, die jaagt en die dus ook wild jaagt, venison en victuals en zo. Wat mij vaak geleerd werd, onder andere door Walter Veit, waar ik heel veel video's in het verleden bekeken heb, ik denk gelijk iedereen die zich begint met deze dingen bezig te houden en zelfs nog niet over de zevendaagse Adventisten ook maar iets gerechercheerd heeft. Ik wil nu Walter Veit geen woorden in de mond leggen die hij niet gezegd heeft, maar ik denk dat ik het toch ook van hem, dat hij bedoelde van dat die zin betekent, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord, dat betekent dat hij niet alleen maar een jager van dieren was, maar dat hij vooral ook een jager van zielen was, mensenzielen. En dat is natuurlijk logisch als je verder kijkt waar ze dan Babylon aan het bouwen zijn, waar dat hij ervoor zorgt dat die mensen niet meer op een vrije plein gaan wonen, maar ingesloten worden in muren van een stad. Iets wat God nooit niet bevolen heeft. Ja? Dus ik ga niet zeggen dat die uitleg van Walter Veit niet juist is. Ik ga alleen maar zeggen van dat de uitleg van de woorden die hier in de Bijbel gebruikt worden, dat niet weergeeft. Ja? Maar ik denk dat het is ook belangrijk dat wij een beetje kijken naar die oorsprong van die naam Nimrod. En dat is Hebreeuws 5, 2, 4, 8. That is, start here in the Esau, probably of foreign origin, so misschien of buitenlandse origineel. Von fremde Afkomst, ja. Fremde Afkomst, Nimrod, son of Kush, Nimrod.
And das staat in die Slachter-Vertaling, als ihr das bekijkt, auf der Webpagina, auf der Webpage von der Slachter, das staat dann Indexnummer 1. 4, sorry, 4. Ja, und das staat, nee, ein bisschen. Oh ja, hier, ja. Ja, ja, precies, ja, der Rebel, ja. Die Bedoeling, ja. Bedoeling ist der Rebell. Ja. Ja. Das ist sehr belangreich, dass ihr seht, dass er etwas genoemd Rebell, ja, dann denke ich, denk altijd an Billy Idol, the Rebel Yell. Ja. Weil das Problem ist, dass diese Uitleg, die Bibel selbst in den Worten, als wir hier Isaac gerade bekijken, dass die das nicht weergeeft. Ja, das ist der Punkt. Das ist auch die Bedoeling, dass ich die Isort nennt, man die Isort staat hier drin, dass es ein gewone Name ist, ja, nimm Rode. Ja. Als je nu eens kijkt naar dat woord Mighty Hunter before the Lord, ja, dat woord Mighty, dat is heeft de betekenis als machtvol, een krijger en een tyran. Een kampioen, een giant. Een giant weten we van Genesis 6. Giants zijn ook bullies. Ja? Dus als je dat daarmee bijneemt, Mighty Hunter, dan klopt het uiterlijk wel ergens. Dat hem daardoor een rebel geweest zou zijn, want hij was ja powerful, hij was machtvol. Ja? En iemand die macht heeft, dat weten we, ja, macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut. Ja. Gaan we eens een keer hier kijken bij vers 6. En dan een keer zien wat zegt dan Matthew Henry daarover. Misschien is dat interessant wat Matthew Henry in zijn uitleg geeft. Ik weet niet, je hebt nog altijd Esau niet, hè? Nee. Goed. Als je het oké vindt, dan ga ik eens een keer even het schermdelen overnemen. En dann gaan we eens een keer zien wat Esau daarover zegt. Want dat is ganz interessant. En dan kijkt hij hierboven. Daar staat er hier, Nimrod was a great hunter. With this he began, and for this he became famous to a proverb. Yeah. Every great hunter is, in remembrance of him, called a Nimrod. Some think he did good with his hunting, served his country by ridding it of the wild beasts which infested it, and so insinuated himself into the affections of his neighbors and to go to their prince. Those that exercise authority either are or at least would be called benefactors, as we read in Luke chapter 22, verse 25. Others think that under pretense of hunting, he gathered men under his command. So what Matthew Henry here deutlich sagt, is, he sagt, others think, anderen denken. Ja. Das ist das nicht Bibels gefundiert, okay? Others think that under pretense of hunting he gathered men under his command in pursuit of another game he had to play, which was to make himself master of the country and to bring them into subjection. To make himself master, Jesus Christus sagt, er ist mal ein Master, Jesus Christus. Ja? He was a mighty hunter, that is, he was a violent invader of his neighbor's rights and properties, and the persecutor of innocent men, carrying all before him and endeavoring to make all his own by force and violence. Dus met andere woorden, Nimrod is voor mij de eerste antichrist. Ja? Als ik zie wat hij hier doet, volgens Matthew Henry in zijn commentaar. He thought himself a mighty prince, but before the Lord, that is, in God's account, he was a mighty hunter. Note, great conquerors are but great hunters. Alexander, Alexander the Great, and Caesar would not make such a figure in scripture history as they do in common history. The former is represented in prophecy as a he-goat pushing. That's Daniel chapter 8, verse 5. Nimrod was a mighty hunter against the Lord. So the Septuagint. The Septuagint, for the people who do not know, for the mensen die het niet weten, zien dat in het Nederlands uitleg. The Septuagint is the Bible, het Oude Testament, in Grieks.
dass das alte Hebräisch in das Griechisch vertalt gewesen ist. Dass diese alten Schriften, die Schriften aus dem Alten Testament, waren 100 oder 200 Jahre vor Jesu Christi Geburt bereits überall in Zirkulation. Ja? Nicht auf der Straße, nicht bei den gewohnten Menschen. Nee, nee. Aber wel bei Menschen, die, lass mal sagen, da wissen. Ja? So als Beispiel, ihr könnt davon ausgehen, dass die berühmten griechischen Philosophen auch allemal Kenntnis hatten von der Heiligen Schrift, Kenntnis hatten von den Schriften von den Hebräern. Darum haben sie überhaupt die Lügens von Evolution und dergelijke in der Welt gesetzt. Weil die Evolution-Lügen ist nicht aus der 19. EU, gleich vielen Denken von Charles Darwin. Das heeft sein Wortels all in das alte Griechenland. Ja? Und selbst noch alle. Es geht nämlich alter über den Verlogening von Gott in sein Werk. Ja? Dus als er mir sagt, Nimrod was a mighty hand against the Lord, so the Septuagint, die Septuagint sagt das, weil die Septuagint ist das eine Vertaling von dem Hebräus in das Griechs. Und das betraue ich eben min als eine Vertaling von dem Hebräus in Lateins. Okay? Das ist ein, he set up idolatry, as Jeroboam did, for the confirming of his usurped dominion. Da habe ich nun kein Problem mehr, um das zu geloven, dass hey, Idolatrie abgetrocknet ist, und da was Babylon, ja, was denke ich, wer vor bekennt, ja? That he might set up a new government, he set up a new religion upon the ruin of primitive constitution of both. Babel was the mother of harlots. He carried on his oppression and violence in defiance of God himself, daring heaven with his impieties, and, if he is the huntsman, could outbrave the Almighty and were as a match for the Lord of hosts and all his armies. As if it were a small thing to a weary man, he thinks so weary, my God also. Isaiah chapter 7, verse 3. Ja, das ist ein klein bisschen mehr örtlich über Nimrod. Ich denke, als wir da ferner mehr gehen, dann müssen wir hier den hele Kommentar von Matthew Henry nicht gerne lesen. Was ich jedem kann anraten, um zu tun, Matthew Henry ist ein sehr generierter Kommentator auf der Bibel. Und was ich ihm hier hoch anregen, ist, dass ihm hier sagt, zwei Dinge. Den ersten, er nennt hier die Septuagint, denn jeder, die sich ein bisschen mit Besi haut, die weiß, was von der Septuagint zu halten ist. Dus er gibt hier auch eine Kehre in Rede, wann er von da kommt. Und er heeft hier vor noch gesagt, others say, was war nie ergens, was ich vorgelesen hat. Was hat nie, was der Joyce gesagt hat? Others think. Ja? Ja. Das ist nicht Bibels gefundiert, was ihm hier sagt, aber das anderen sagen, anderen denken. Ja, dus het is duidelijk niet wat in de Bijbel staat. Dat is heel belangrijk bij een Bijbelcommentator, dat hij het verschil maakt tussen wat de schrift zegt, daarom voert hem ook altijd schriften aan, gelijk Lucas en Daniel en Jesaja hier bijvoorbeeld, of als hem iets zegt van wat mensen zeggen, van wat zij denken wat het is. Ja, zover eventjes hiervoor, dan ga ik terug dat schermdelen overlaten aan Perry. Ja. Das der belangreichste Wort hier ist before. A mighty hunter before the Lord. Das weht hier, dass die nicht just a man's was. Mal die was ein Tyrann noch so ist. Die was ein Antichrist. Die was tegen Gott. Ja, ja? Das der belangreichste Wort ist hier before. Before betekent auch tegen. Ja, precies. Ja. En dus in dat opzicht komen dan natuurlijk weer die woorden van Walter Veit. Krijgen dan weer een andere connotatie en zegt men van, als je dat dus in die hele samenhang verstaat, dan heeft hem waarschijnlijk geen ongelijk daarmee. Hij was een jager van zielen, hij heeft alle zijn vijanden afgemaakt, heeft zijn eigen stad opgericht, maar daar gaan we nog gaan over spreken als we over Babel spreken. Zo ver zijn we er nog niet. Maar ik vind het wel eens interessant dat we hier al een keer erop gaan en dat we ook eens een keer zijn naam goed verstaan en dat we begrijpen dat we hier dus over de achterkleinzoon van Noah zelf gaan spreken. Dus niet zo ver in de linie weg. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Noah zelf hem nog heeft gekend. Ja. Maar het is een beetje oude Engels dan, dat before. Hè? Ik denk in een nieuwe Engels zou dat meer against zijn, tegen. Hè? Dat is een beetje meer duidelijk. Ik denk dat before is een beetje oude Engels misschien. Ja, moderne Engels is niet altijd beter Engels in dat opzicht. Ja, ja, maar ja, bevor denk je aan een ruimelijke bedoeling, maar niet de bedoeling tegen iets. Ja. Je denkt aan een tijdelijke bedoeling, ja. In de tijd, ja. Before en ja, after. Ja, ja.
or before, ja, das before ein Räumchen, ein Räum bevor der zweite Räum, ja, das auch ist in Architektur auch so jetzt before, ja, mal okay, das ist ein Heel. Ach so, ein Karma bedulde vor, ja, vor ein ja, Karma, ja. Ja, ja, Karma von Karma, ja, ja. Ja, okay. Ja. Ah, das ist ein kleines Opmerking hier. Ja. Das gaan we verder. En waar ik dan ook aan denk, die Nimrod, die is toch ook verwoord in die Babylonische mythe, met dat hij dan de vader, de man is van Astarte of zo? Ja, dat Astarte met hem? Ja, je meent Semiramis. Semiramis, ja. Maar het probleem is dat als je op Wikipedia kijkt, dann vertellen sie, dass ich, dass es, ja, es soll sein eine historische Figur, aber ob dit Moment eine moderne historische Kontext, es wird vertellt, dass es ist ein Mythe, ja, das ist mythologisch und die ist nicht echt wahr und das ist eine mythologische Figur, mhm, ja, das ist Natürlich, probieren sie die Bibel ein bisschen in was ist die erste Niederlands in Questi? Ja, sie probieren die Bibel zu unterhalten, in Frage zu stellen. Ja. En uiteraard, als ze zeggen van dat Nimrod en Semiramis een mythe zijn, ja, dan moeten ze ook toegeven dat al de Griekse goden en de Romeinse goden ook allemaal mythes zijn. Ja, maar dan is het ook. De wereld is wel vandaag de dag vol van deze mythes en hun symbolen. Dus ja, dan moet je toch een keer afvragen van waar begint een symbool of waar begint een mythe en waar begint de waarheid. Ik denk dat een punt die ik altijd al gemaakt heb, zeker sinds het lezen van Alexander Hislop's The Two Babylons, ja, van Babylon naar Rome, is dat je alleen als je de Bijbel leest de oorsprong van Babylon kent. Veel religies op deze aarde logenen zelfs niet dat ze uit Babylon komen, of ze kunnen niet logenen als je die wortels tot de grond volgt. Maar het probleem is dat er maar één enkel boek op deze aarde is dat u uitlegt waar Babylon vandaan komt. Ja. En dat is de Bijbel. Ja. En zeker het begint hier al in kapitel 10 van de Genesis met de generaties van Noah en achter de vloed. Ja? Ja. Want dat is ja hier, we spreken over zijn achterkleinzoon, we spreken over de derde generatie na Noah. Dus dat is een heel dichte tijd bij de vloed. Maar ja, deze wereld wil natuurlijk niet waar hebben dat er ooit een vloed bestond. Ja, dat kan ze al logenen. Ja, dat is ook een mythe. Ja, en allemaal mythes. Maar dus als dat allemaal mythes zijn, ja, dan heb je geen enkele waarheid niet meer. Want wat is dan waarheid? Is dan Zeus waarheid? Is dan Jupiter waarheid? Ja, dat is oké, okay, maar de punt is. Ze hebben een groot probleem, want als je die 7 wereldwonders bekijkt, dan zijn de piramiden van Gizeh in Egypte zijn 1 van de 7. En als jij zegt dat die niet bestaan, die 7 wereldwonders, de eerste wereldwonder was die Hanging Garden of Semiramis in Babylon. Ja. Hangende tuinen van Hangende Babylon. Tuinen, ja. Ja. Dus daar hebben ze een beetje problemen. Dus ik denk, ik weet niet of Nederlands vermijden ze de namen Semiramis, grundsätzlich. Ja. Ja. Ze gaan het woord mijden. Ja, ze gaan het woord mijden en ze zeggen dan Astarte, ze zeggen Iana en dit en dat. Ze vermijden de Semiramis, want dan moeten ze toegeven dat Semiramis iets te doen heeft met Babylon. En dan is ook die Nimrod, als die meid, die Hunter, die is dan ook heel waarschijnlijk. Of die is dan niet meer zo mythologisch. Maar dat is een probleem. Dus hebben ze verschillende namen nodig. Dan gaan ze in het Sumerische en dit en dat. Dat zijn allemaal kleine tricks. Ja. Dus ze hebben verschillende namen voor dezelfde mens. Voor dezelfde vrouw. Ja. Dat is een oude trick.
Ja, es bedeutet hetzelfde, maar het is een andere naam, een verschillende naam. En de mensen, de meeste mensen, die snappen dat niet. Ne? Daar is nu Semiramis het voorbeeld überhaupt van. Ne? Want Semiramis is de koningin van de hemel. Ja? De hemelskoningin. Gelijk Astarte en Easter. Ja? Of Ishtar, zoals de meeste mensen uitspreken. Maar het wordt Easter uitgesproken. Maar ook Diana en Venus. En in feite wat ze dan met de missionarische adaptie in het katholicisme gedaan hebben, is de Maria daar binnen te halen. Want die Maria is niks anders als de hemel, de heidense hemelskoningin. Ja. En daar wordt het dan natuurlijk pas echt interessant. En door in feite in elk verschillend geloof een en dezelfde persoon te gebruiken, maar die een andere naam te geven, gelijk Michael zojuist heel correct zei, verwar je die mensen alleen maar. Ja, wie is dan de God van de verwarring? Satan, hè? God spreekt duidelijke talen. En ik denk dat een zeer duidelijke taal spreekt hier al in de eerste versen van Genesis 10. Ik had nu ook niet gehoord dat we hier al in direct in discussie over Babylon gingen gaan. Maar dat komt ook later nog aan te pas. Maar uiteindelijk is het toch wel eens een keer interessant om dat te zien. Want we doen misschien een Bijbelstudie nu van Genesis 10. Maar dat wil ja niet zeggen dat we niet al andere hoofdstukken ook al eens gelezen hebben. En dan is hier en daar eens een keer verbindingen kunnen gaan trekken. Ja, transferdenken gaan doen. Dan moet je ook, als we nu in de vers 10 zijn, zijn we in de vers 10? Nee, ne? Nee, daar nee, komen okay. we nu nog niet. Daar moet ik een beetje... Oké, dan maak ik die opmerking nog niet. Oké. Okay. Ja. And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Akkad, and Calne, and the land of Shinar. Erech, zeg ik jullie direct daarmee bij, een ander woord voor Erech, dat je zeker al eens gehoord hebt, als je herrscher des Bösen, rulers of evil, herrschers van het kwaad gelezen hebt, is Uruk. Oké. Wil je nog 11 doen, of ga ik het in Nederlands nou doen? Out of that land went forth Assur, and builded Nineveh, and the city Rehoboth, and Kala. Voilà. Ja. En het beginsel zijns rijk was Babel en Erech en Akkad en Kalne in het land Sinear. Uit ditzelfde land is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh en Rehoboth, Ir en Kalach. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, sowie Erech, Akkad und Kalne im Land Sinear. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Nineveh, Rehoboth, Ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Nineveh und Kelach. Das ist die große Stadt. Statenvertaling mit der rote Stadt. Doch, da startet. Okay. Ja. Diese ist die rote Stadt. Ja. Ich habe nur gesagt, dass Erech, dass wir das auch unter Uruk kennen. Als ihr nicht gerne nach der hebräische Wortel kijkt, das Wort ist das H751, from H748, und das Wort geschrieben Arak. Ja, das ist auch heel dicht bei Uruk. Ja? Als we een keer weten dat natuurlijk onze taal niet Hebreeuws is. Arak Uruk. En dat is, in andere woorden, Arak is a place in Babylon. Dat wil zeggen dat dat dus een stad in, of een plaats in Babylon was. Dus het is ja heel logisch. We weten ja dat één stad op de andere gebouwd wordt. En dat men dus Uruk eerst gebouwd heeft en daaruit dan later het grotere Babylon geworden is. Zo versta ik dat tenminste, omwille van dat ik hersens... Ja, dat is van het kwaad zoveel gelezen heb en dat dat zo... Ja, dat verstaan daaruit weghouden. Ik zeg niet dat het de waarheid is, maar dat is mijn verstaan daarvan. En Erech, als je de schrijfwijze ziet en dan heb je Uruk... Ja, waarom wordt Uruk dan niet in deze wereld vernoemd? Ah, wel gewoon omdat ze twee letters verwisseld hebben en dan vindt niemand dat niet meer. Zo denken de antichristen nu maar een keer. Maar dan zijn we helemaal met deze studie een keer een beetje te slim af. Ja. En wat ik ook interessant vind, is het woord Shinar. Daar zouden we ook eens een keer moeten over gaan spreken. Want
Perry, ihr könnt ja alles eine Kehr in Google jetzt intippen, ihr könnt es eine Kehr ganz suchen. Und da könnt ihr hier auf diesem Schirm tun, ne? Da können die Menschen nicht sehen, dass ihr live am Tun seid. Sucht da mal ist The Shiner Glory. Oh, Shiner Glory, da kommt das von da, ne? Welcher? So, wir haben hier den Platz Shiner, ja. Wir haben hier den Platz Shiner und ihr habt da nur Shekinah. Und dann können wir jetzt nicht gern sehen, was ist das? Wer ist Shiner in the Bible? Sagt das ähnlich? Und dann kriegt es nicht gerne nach Shekinah Glory. Shekinah, Biblical Hebrew Shekinah, also Romanized Shekinah, bla bla bla, ist die English transliteration of a Hebrew word meaning dwelling or settling and denotes the dwelling or settling of the divine presence of God. Das habe ich erst gelesen, ja, dass, oh, ich warte, ich sehe, muss ich mein E-Sort wieder oben tun, dass China, das ein Platz ist, in the beginning of his kingdom was Babel and Erech and Akkad and Calne in the land of Shinar. Das mit anderen Worten, in das Land, was wir da jetzt gesehen haben, was ihr jetzt gefunden habt, ob im Internet war, der Platz von Gott. Ob Erde. Die Shiner Glory ist jetzt das Wort vermeldet in der Talmud. Die Shiner Glory, das kommt nicht in der Bibel vor. Aber viele Juden sprechen über die Shekinah Glory von der Wolk in der Lob von dem Dach und der Führsäule in der Nacht, als Gott 40 Jahre die Israeliten dort auf Stein geleitet hat. Dann sprechen sie von, oh, die Shekinah Glory, yeah, the dwelling von Gott, Gottes Verbleib hier auf dieser Erde. Und dass das hier Shinar ist, was hier dicht bei dem Wort Shekinah kommt, ist folgens mir kein Zufall. Von da hat sich hier well, it is probably a foreign derivation, dass das Wort kommt von, ist ein Wort von fremder Abkunft. Shiner, a plain in Babylon. Naja, was haben wir dann, was lehren wir dann, als wir über Babylon ganz lehren? Dass Babylon der Sedel von dem Menschgott wort. Nimrod heeft sich doch selbst tot Gott verklärt. Hey, ist der wiedergeboren Sonnegott. Für mich ist das kein Zufall, dass ausgerechnet das Wort Shiner hiervor gebraucht wird in diesem Fall. Will ich gewohnt eventjes eine Kehr abweisen. Ne? Ich gehe da nie Rechtsprache abmachen, von, dass ich hier 100% gelijk mehr habe, aber ich finde die Gelijkenissen in diesen Talen viel deutlich. Und es ist auch interessant für die Menschen, um nicht zu wissen, was ist die Shekinah Glory? Ja. Und das ist sicher ein Wort, das höre hier und da eine Kehr, als hier bijvoorbeeld Pastor Hobart, ich weiß nicht, kennt ihr die? Wie nennt die, wer mit seinem Vornamen? Hoggart, ich komme nicht auf sein tickt da eine Kehr in Google, als ihr wollt, Pastor Hoggart, seine Vornamen können, Tony Hoggart oder so, ich weiß es auch nicht mehr. Hoggart ist in LKV, H-O-G-G-A-R, Pastor Hoggart, H-O-G-G-A-R-D, Hoggart, Mike Hoggart, Mike Hoggart, ja, YouTube, das ist ein YouTube-Kanal. Als ihr die nicht so, ne? Die sagt viele Dinge in Hilfe von seinen Videos, die sind echt sehr interessant. Ne? Und dann spricht er von unter anderem die Shekinah Glory. Und dann sind so alte, so diese kleinen Fautjes, seht ihr? Sind diese kleinen Dinge, die da ingemixt wurden, weil ihr das der Wahrheit mit der Lügen vermengt. Und das ist präzis, was solche Lehrer tun. Unter anderem auch Mike Hoggart. Ich habe die mir dann ein Jahr sehr dicht gefolgt, Hilfe von seinen Videos bekehrt. Sind auch sehr viel interessant dabei. Aber ihr müsst auch sehr gut gelehrt sein in der Bibel und in der Wahrheit, um die Lügen von der Wahrheit bei ihm in seinen, in seinen Videos aufzuholen. Plus, er ist natürlich ein Futurist. Ne? Er lehrt nicht die Verfüllung von der 70. Jahrweg von Daniel durch Jesus Christus 2000 Jahre gelebt. Na, ist eine Kehr, eine interessante kleine Aftwelling, dass Juli so jetzt auch ist, nicht gesehen. Und heißt, prägt das alte von der Shekinah Glory. Aha. Und das ist ein Jodze Erdrücken, die heute Talmud kommt. Und das folgendes Mai zurückgeht in den Ursprung auf Shiner, umdat das der Platz ist, wo Gott verbleibt. Ja, was war der Platz? Babylon. Nimrod hat Babylon den Platz von der Gott auf Erde gemacht. Ja, ja. Er hat sich selbst aus Gott verrufen. Ja, ja, und auch die Name Bab-El. Ja? Das ist die Ending El. Das ist ein Taken, dass es iets Gottliches ist, die beiden. Ja, EL steht für Goddelijke. Ja, ja, das ist in Nederlands, the port, the portal to God, God's portal. Ja.
Ja, das ist auch von Walter Veit, eh? Ja, ja. Babel ist der Tür nach Gott, heeft hem gezegd in een van zijn zendingen. Ja. Weet ik niet of dat zo is, ik heb dat nooit niet nagekeken, maar EL staat in elk geval voor Gott. Dat is in elk geval duidelijk. Ja, ik zou dat nakijken, maar mijn computer maakt een beetje, is een beetje niet op, maakt niet dat wat het zou. Ik heb vandaag een beetje last van Nederlands taal. Ik weet niet waarom. In het ergste geval kan je altijd nog thuis... Je hebt misschien niet genoeg kaas gegeten, Michael. Ja, ja. Dan kunnen die kletsen als een kaaskop. Ja, dat staat in de Isots, daar staat Hebreeën 1:1 van Confusion. Ja, Bab El. Ja, maar dat is een heel beteken, ne? Wanneer je denkt aan die taal. Confusion van die taal, die God dan geordineerd heeft. Ne? Dat is heel interessant. Ne? Ja. Right. Was staat hier, Babel? Ja, oké. En dat is van 1101. En dus Balal, a primitive root to overflow, by implication to mix, denominator from 1098 to father, anoint, confound, fade, mingle, mix, self, give, provender, temper, and 1101. Okay, warum gab es hier nun nicht? Die gibt mir die Route an, und dann kann ich auf die Route nicht klicken hier, was ist das? Ja, das Problem liegt auch auf dem Moment. H1101, ja, dat gaat niet hier. Ja, normaal gezien heb je ook een lijst aan de zijkant met die verschillende woorden. Dat heb ik hier nu ook niet. Ja, dat is ook mijn probleem. Ik dacht dat was mijn computer. Nee, dat is niet jouw computer. Dat is okay. Is jouw e-sword misschien. Mm-hmm. Je hebt toch ergens een dingen waar je die letters kunt zoeken. Hè? Dan kun je daar misschien H1101 intikken. Ja, dat dacht ik ook, maar dat gaat ook niet. Dat lukt niet. Oh, nee. Isolt laat ons in de steek vandaag. Ja, ja. Interessant. Ja, maar ik heb het nu ook bij een ander woord als ik dat doe. Als ik bij een ander op dezelfde link klik, dan gaat dat ook niet. Het hoofdwoord gaat open, maar die bijlink gaat niet open. Isolt destroys itself in 1 minute. Ja. Mission Impossible. Ja, ik snap dat niet. Ik weet niet waarom. Ik was zo blij. De laatste keer was ik zo blij. Oh, dat was heel goed. En ik kon iets maken met die e-sort. Maar op dit moment geen idee. Goed, dan zullen we maar een keer verder lezen zeker. En de volgende versen. Laat maar. Out of that land went forth Ashur and builded Nineveh in the city of Rehoboth and Calah, and reason between Nineveh and Calah, the same is a great city. And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Nephtuhim, and Pathruism, and Kesluhim, out of whom came Philistim, and Kephtorim. And Canaan begat Sidon, his firstborn, and Heth. Ja, vers 15, dat is al voldoende, hè? Ja, dat is tot en met 15. Pak ik hem ook even vanaf 11. Mm-hmm. Uit ditzelfde land is Assur uitgegaan en heeft gebouwd Nineveh en Rehoboth, Ir en Calah. En rezen tussen Nineveh en tussen Calah. En deze is de grote stad. En Mitzraïm gewon de Ludieten en de Anamieten. En de Lehabieten en de Naftuchieten en de Patrusieten en de Kaslugieten, van waar de Filistijnen uitgekomen zijn, en de Kaftorieten. En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Het. Van diesem land
aus zog er nach Assur und baute Ninive, Rechobot, Ir und Kilach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kilach. Das ist die große Stadt. Mizraim aber zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter und die Naphtuchiter, auch die Patrusiter und die Kasluchiter, von denen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtoriter. Kanaan aber zeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Het. Ja, mir fällt hier nun nicht direkt iets in, was man direkt so können gaan bespreken. Allein uiteraard dat Nineveh, die Stadt, die hier vernoemd wordt, ook later nog heel interessant is. Mm-hmm. Zelfs Jezus vernoemt Nineveh nog. Ne? Omwille van dat Nineveh tenslotte op het einde dan toch nog berouwd heeft van haar ja. zonde. Ja. Mm-hmm. Dus in dat opzicht is dat zeker een interessante stad. Maar daar komen we later in het Oude Testament nog een keer tegen. Ja, met Jona is dat, hè? Alsjeblieft. Jona is het ook. En Jona is dat. Ja, 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 ja. Jona is die, ja, die profeet, denk ik, die daarmee te doen heeft. Ja. Ja. Ik heb dat boek Jona nooit niet gelezen, dus het zal er wel in staan. Ja. In elk geval interessant. We hebben één naam hier nu al tegengekomen waar we zien dat hij er vandaan kwam. En dat heeft Michael in de Duitse Bijbel voorgelezen. Dat staat zo niet in de King James. Mm-hmm. En dat staat zo ook niet in de. Also in der King James staat het bijna. Daar staat, out of whom came Philistim. Ja? Mm-hmm. And you have Kalushim. Ja? Out of whom came Philistim. Ja. Want Philistim, daarvan komen dan de hoe noemen die weer in Duits? De Philistijnen. Philister. Ja, in de Luther is het de Philistim in de Luther. Ja. Heel interessant, want dat is later nog een heel belangrijk volk dat we nog een paar keer tegenkomen in de Bijbel later. Ja. Ja? Dus vandaar niet onbelangrijk om hier eens een keer eventjes mee kennis te maken. Goed, dat was dus tot en met vers 15, juist? Mm-hmm. Als jullie nog iets hebben, dan mocht het zeggen, anders kan ik gewoon in vers 16. Nee, ik heb nagekeken van die Bab L, en de Bab is van Arabisch Oorkomst. En dat betekent, dat heb ik hier, ja, das Tor. Ja, so is it, als het Arabisch is, is de betekening Tor, Portal, Port. Ja, maar je hebt dat ook in Indonesisch. En dan is dat een Kapitel. Ja, of in Nederlands is dat sexy, ja. Ja, ja, een hoofdstuk, ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Al-Bab. Hoofdstuk, ja. Ja. Ik weet niet wat voor zin dat maakt om te zeggen dat Bab, dus de oorsprong van het woord uit het Arabisch komt, want het Arabisch bestond in de tijd van Hebreeuws. Ja, ja, ja. Schreef natuurlijk nog hier. Ja, Indonesisch ook niet, ne? Nee, Indonesisch ook niet, ja. Dus dat zijn dan ja pas latere betekenissen die daar aangegeven geweest zijn. Dat is dan niet de oorspronkelijke betekenis. Ja, ja, ja. Dan zouden we eens een keer aan Perry moeten vragen wat Bab in Hebreeuws betekent, hè? Ja, dat zou ik moeten opzoeken. Dat heb ik gezocht. En nou, ik kan nu niet geen Hebreeuws lezen. Nou, Perry wel. Nee, ik kan het, als ik het lees, kan ik het uitspreken, ja. Ik kan het alfabet. Ja. Deel maar je scherm. Ik zal dat voor de volgende keer... Ah, ja. Huh? Okay. Wat zei je? Ik zei tegen Michael dat hij maar zijn scherm moet delen, dan kunnen we het toch zien. Oh, dat kan dat, Michael? Ja. Ik heb dat dan straks ook gedaan. Hij kan ook gewoon zijn scherm delen. Ik heb het nog niet... ja, moment. Ik heb zoveel verschillende dingen hier. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Oh, dat klopt niet hier. Dat gaat niet door. Ik kan dat niet wisselen hier. Oh, in Hebreeuws, oké, okay. Engels, Dutch. Ja. En nu?
Nee, das ist ein bisschen mulig, hä? Ja. Na, warum? Woven, Lobo, das ist ein Pub. Der Terre von Woven, das da doch das Geel on the Line, das sind doch die hebräische Letters. Von das Pub, ja. Nicht? Ja. Als je een keer stopt en alles geklikt, dan kan je dat misschien rustig gaan bekijken. Mm-hmm. Dus voor ja, wat dat... staat Pap dan? Ja, dat weet ik niet. Dat zal ik hier wisselen. En hier staat dat het op Arabisch de Tor is. Ja? Ja, dat is die weiterfeit. Ik vind het leuk huiswerk voor mij. Ik ga het wel even naspeuren wat ik kan vinden met mijn kennis van Hebreeuws. Daar neem ik gewoon even de tijd voor. Daar ga ik lekker aan zitten puzzelen. Huh? Oké. Ja, ik kan hier ook proberen. Ja, toll. Ja, super. Ja, willen we niks meer. Nee. Nee, dann ga maar door, Perry. Okay. Ja. Deel je scherm terug, dan hebben we de Bijbel terug in beeld. Okidoki. Nou, we zitten nu op een uur. Zullen we nog een klein stukje doen en dan een stuk stoppen? Of zullen we er een punt aan maken? Jullie mogen het zeggen. Ik zal zeggen, laat ons gaan tot en met vers 18. Ja, vind ik goed. Kom maar op. And Canaan begot Sidon, his firstborn, and Heth, and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite, and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite, and the Arvadite, and the Zimmerite, and the Hamathite. And afterwards were the families of the Canaanites spread abroad. The Canaanites, dus hier hebben we weer Kanaan vernoemd, ja, de eerstgeboren van, kom altijd met die namen door elkaar, van Shem Ham. Zeker? Was Ham? Ham. Ja, ik kom altijd met die namen door elkaar. Dus de eerstgeboren van Ham, die de Kanaïters weer brengt. En al deze namen hier, bijvoorbeeld de Hiviten kennen we later nog, die Zemariten komen we ook later nog tegen, enzovoort. Dus allemaal interessante namen voor een latere studie nog. Maar goed, dat was tot en met vers 18. In de Koning James, dan komen jullie twee nog aan beurt. Yes. En dan vanaf vers 15 lees ik hem even voor. En Kanaan gewon Sidon, zijn eerstgeborene, en Het. En den Jebusiet. En den Amoriet. En den Girgashiet. En den Heviet. En den Arkiet. En den Siniet. En den Arvadiet. En den Semariet. En den Hamatiet. En daarna zijn de huisgezinnen der Kanaanieten verspreid. Ja. Kanaan aber zeugte Zidon, sein Erstgeboren, und Het, auch den Jebusiter, den Amoriter und den Girgashiter und den Heviter, den Arkiter und den Siniter und den Arvaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Und danach breiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus. Was ich nun persönlich sehr interessant finde an all diese Absommungen von den Geburten hier nahe ist, dass wir allemal zu tun haben mit heidense Völkern. Wir mussten mal ein Ding probieren zu begreifen. Hier spricht es niemand über Israel. Hier spricht es niemand über die Juden auf ein anderer von die 12 Stämme, die Israel ja ausgemacht haben later. Mhm. Das gibt doch auch eine Idee, wie viel längere in Geschiedenis diese heidense Völkerin haben, ten opzichte von den Israeliten later. Und das gibt dann auch eine Idee, wie klein Israel in Verhältnis tot der hele Weltbevölkerung altijd war. Mhm. Und dann verschwindet misschien het spreuk von de Mehrheit heeft altijd gelijk in ein anderes Bild. De meerderheid moet niet altijd gelijk hebben, gewoon omdat ze in de meerderheid is. Maar waarom is ze in de meerderheid? Omwille van dat in het begin al deze heidense volkeren zich over de hele wereld verbreid hebben, gelijk een plaag, gelijk locussen. Ja. Ja.
En dat vind ik eens een keer een heel interessante beschouwing om daar eventjes een keer mee bij te nemen. Dan rukken we in het juiste licht waarom Israël zo klein was. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, zeg maar, Michael, je wilde iets zeggen daartoe. Ja, en het ook de bedoeling dat die hele mensen daar, die heden, ja, dat zijn veel meer mensen. Ja, die zijn kwantitatief, ik zou dat absoluut in mijn... Ja, dat bedoel ik toch, dat er zo ja, veel ja, zijn. Ja, ja maar de, ja, weet je, dat probleem is, dat is in onze tijden is het dezelfde situatie. Ah ja, het is, altijd al zo geweest. Ja, dat is de punt, ja. Ja. Maar ik heb ook een klein cadeau voor jullie. Oh. Ik heb iets gevonden. Ik moet maar even mijn scherm delen. Mm-hmm. Oké, okay. Zo, dus. Waar ben ik nu? Daar, zie je dat? Ah. Ja. Hoofdstad wat? Van... Hebrew Bab Hel from Akkadian Bab Ilo Gate of God. Dat staat hier. Mm-hmm. Ja. En die Etymology on Dictionary Online, weet Jörg, die is een favoriete Website von mij. Ik weet niet hoe betrouwbaar dit is. Maar ja, je hebt hier ook die Meaning Confused Medley of Sounds. Dat is heel interessant, hè? Huh? Confused Medley of Sounds. Ja. Ja. From the Biblical Story of the Tower of Babel. Ja, dat is de verwarring van de talen. Ja. Als de toren van Babel ineengestort is, ja. Ja. Of als Gott die heeft doen instorten, kan man zo zeggen. Ja. Ja. Dus heb je hier ook die referentie van Gate en God. Huh? Ja. Tof. Ja, so is het dat... de poort of die deur van de menselijke God Nimrod. Mm-hmm. En dat is ook belangrijk, want je weet, in Babylon, daar was ook die Ishtar-deur of Ishtar-poort. Ik weet niet wat er startte. Huh? Mm-hmm. En die is ook on display in de Pergamon Museum, denk ik. Ik wou zeggen, is toch in Berlijn, ne? Ja. In de Pergamon Museum. Ja. Dat staat die poort van Ishtar. Ja. Of Easter, zoals we eigenlijk zouden moeten zeggen. Ja. Ja. Ishtar wordt het geschreven, hè? Ishtar. Ja. Maar het wordt Easter uitgesproken. Ja, ja. Dus, gelijk Pasen. Ja. Ja, ja. Ja, ja, dat is een... ja, de Babylonische God... Of female God van de oorlog. Godin. Van de oorlog. Ook. En van die, van de liefde, van de seks. Van de, bitte, wat zeg je? Lichamelijke liefde. Ja, precies. Ja. Ook dat nog, ja. Ja. Nou ja, daarom is de Romeins-Katholieke Kerk een sekskult, zoals we weten. Ja. Hangt allemaal bijeen, hè? Ja, de meeste Romaanse katholieke kerken, die hebben zo'n Ishtar-tor-poort. maar die mensen, die weten dat niet. Die gaan daar straks door. Ja. Ja. Oh, daar staat het ook. Ishtar is Easter, is Inanna. Ja, is dezelfde naam, maar van de Sumera. Ja, dus het is helemaal hetzelfde. Semirimas, ja. Ja, dat is helemaal hetzelfde. Ongelooflijk. En Tirana, en Astres, en Kybele, en Ceres. Enzovoort. Enzoverde, enzovoort. Ja. Ongelooflijk. Allemaal één en dezelfde soep. Ja, waar je beter niet van kunt eten. Nee. Oké, ik vond het een mooie afsluiting. Spannend voor de volgende keer. Mm-hmm.
Wil jij nog wat ter afsluiting zeggen voor de mensen, Jörg? Ja, lees de Bijbel. Ja. Kort maar krachtig. En Michael? Ja, read your Bible. Je zou met iets anders moeten opkomen, dat is moeilijk. Dat kan ik niet, dat is automatisch ingebouwd. Ja. Maar ja, kunnen we daar nog veel aan toevoegen? Het woord van God is zo belangrijk, dat hebben we vandaag ook alweer gemerkt. En je krijgt een heel beter verstaan van geschiedenis en alles erop en eraan als je de Bijbel kent. Want wat je in school in geschiedenis niet geleerd wordt, dat leert de Bijbel u. Alleen moet je het zien te verstaan. Ja? En dat hem al deze heidense volkeren opnoemt, dat zijn de namen die ook later in de Bijbel nog een keer weerkomen. Dan merkte je dat zijn volkeren die zijn machtiger als anderen. Waarom zijn ze machtiger? Omdat ze brutaler zijn. Omdat ze nog meer van God weg zijn. Omdat ze Moloch gediend hebben. Ja? Omdat ze hun kinderen de vuurrot als offer dargeboden hebben, onder andere. Ja. Ja, iets wat God de Israëlieten verboden heeft. Ja? Niet aan Moloch hun kinderen te offeren en alles erop en eraan. Mm-hmm. En ik vind het heel interessant dat we hier een keer al die verschillende volkeren gezien hebben. En dat geeft ons dan ook het verstand ervan waar wij in feite allemaal vandaan komen, die we hier ook heidenen zijn. Ja. Wij zijn in het vlees heidenen, maar we zijn in geest Israëlieten. En dat is een heel belangrijke punt, want je hebt vandaag de dag, gelijk ook in de tijd van Jezus Christus, je hebt twee Israëls. Mm-hmm. Je hebt een Israël in de vlees en je hebt een Israël in de geest. Ja. Heel interessant. En als je daar meer over wilt weten, dan moet je een keer dat boek lezen van Steve Wahlberg, The Israel Deception Exploded. Okay. Bijna evenzo spannend als de Bijbel, kan ik je beloven. Tof. Nou, dankjewel Jörg. En jij ook dankjewel Michael. Ja, excuses voor mijn slechte Nederlands. Ah, het was vandaag weer schattig en mooi. Ja, mooi. Het was belachelijk misschien. Ach nee, zo denken wij niet. Tuurlijk niet. Comedy club. Nee, nee, nee. Je moet ons eens horen stuntelen in het Duits. Dus, nee, dat wordt je allemaal vergeven. Het wordt gewaardeerd dat je het verzoekt. Om er maar een Nederlandse grap van te maken. Ja, dat is een goede grap, Perry. Maar als je een beetje Duits spreekt, dan versta je jouw Nederlands ook goed. Omwille van dat je hier en daar dus Nederlands met Duits gaat mengelen op zo'n manier. En dat verstaan die mensen dan weer. Dus ja. Ik heb al erger horen spreken. En ik wil je ook niet per se verbeteren. Maar als ik zo van die fouten hoor, dan knijpt dat bij mij. En dan wil ik gewoon graag dat je het vervolg niet terug gaat doen. Maar dat is moeilijk. Ja, ja, ja. Sorry, ik wil niet beter weten overkomen, maar het is gewoon mijn natuur dat ik mensen dan probeer te helpen om beter te praten. Ik zelf praat ook niet perfect, dus in dat opzicht. Precies. We hebben allemaal nog iets te leren. En het meeste wat we gaan leren is, dat is wijsheid trekken uit het woord van God. Daarom nog voor de tweede keer, lees uw Bijbel. Ja. Voor mij nu echt het afsluitende woord. Maranatha. Ja. Hartstikke mooi. En tegen jullie zei allemaal, jullie kijkeraars, luisteraars, zeg ik op zijn hamburgers. Tjus en dag lieverds, tot de volgende keer.